Hallo, hallo en welkom terug bij een gloednieuwe video. De video van de schetsroman. Het is weer tijd voor een Disney-karakter te tekenen. En dat Disney-karakter is niemand minder dan Jaapie Krekel. Dus ik zou zeggen, pak potlood en papier. En je weet het, heel veel tekenplezier. Let's go! Om te beginnen heb je natuurlijk wat benodigdheden nodig. Een potlood. Een gommetje. En als je het wilt, inkten, een stiftje. Ik vind het super handig, die tijd op. Om te beginnen met Jaapie Krekel, beginnen we een actielijn. Dan tekenen we een heel grote ei-vorm. Jaapie is natuurlijk een krekel. En vervolgens tekenen we zijn lijfje. Geef hem een heel klein lijfje. Want zoals je ziet, is zijn hoofd iets groter. En dat is wel leuk voor een karakter als Jaapie Krekel. Jaapie houdt zijn ene hand omhoog. En daarmee heeft hij de hoed vast. Dus we trekken de omtrek van zijn hoed. Jaapie is het geweten van Pinocchio. Want dat had je waarschijnlijk al lang in de gaten. We tekenen zijn andere arm. We tekenen zijn benen. Jaapie heeft natuurlijk ook een paraplu. En dit is eigenlijk de basisschets van Jaapie. Nu, ik begin altijd met mijn figuren met de ogen. Dus we tekenen de ogen van Jaapie. En zijn andere oog komt hier. En Jaapie kijkt naar ons toe. Als we tekenen zijn ogen. Ik maak hier even een foutje. Maar daarvoor bestaat de titel. Handig, hé. Vind ik ook. wacht even. Ik teken zijn pupillen. En die kleuren we. Zwart in. Natuurlijk gaan we Jaapie een neus geven. En ik teken hier. Ongeveer. Hier ongeveer een klein mannetje. Voor Jaapie zijn mond. Tekenen. Zijn mond af. Zijn bovenlip. Vervolgens gaan we natuurlijk zijn open mond. We geven hem een open mond.
steken het hoofd iets af. Niet alles. En als je wel, het hoeft niet, kun je eigenlijk al wat onnodige lijntjes uitkomen. Jaapie heeft dus twee sprietjes, of twee haartjes op zijn hoofd. En Jaapie heeft ook een opmerkelijke kraag. Hij is, voordat hij als geweten werd gedoopt, of ja, gepromoveerd, had hij wat zwerverkleding. Maar de goede vee gaf hem zijn deftig pak. Vervolgens gaan we eerst beginnen van zijn jas. Jaapie houdt zijn hoed omhoog. Dus we tekenen zijn hand. Dan tekenen we zijn duim. Teken de hoed af. Ik moet zeggen dat het eigenlijk wel lukt, want het is eigenlijk de eerste keer dat ik Jaapie Krekel teken. Dus het is eigenlijk wel een scoop dat jullie dit als eerste kunnen zien. Hoe ik Jaapie teken. Ik teken natuurlijk zijn andere hand. Zijn andere hand. Die houdt zijn bekende paraplu vast. Handen zijn eigenlijk heel moeilijk om te tekenen, maar oefenen maakt alles beter. Dus dat is mijn tip. Als je wilt tekenen, blijf lekker gewoon tekenen. Jaapie heeft ook een soort das. Tekenen de paraplu. Zo'n knoop op zijn dinges, op zijn jas. En dan tekenen we zijn broekspijpen. Hier dan wat dingen zijn. Tekenen we zijn schoenen af. Hij heeft van de goede vee. Van de blauwe vee net schoenen gekregen. Hoeft hij daar niet van naar de schoenenwinkel te gaan? Ja. Dat tekenen zijn andere schoen mooi af. En vervolgens nog zijn jas. En om wat detail toe te voegen, kun je wel nog de inhang van de hoed
en kleuren. En alle belangrijker is, vergeet zeker niet je naam onder de tekening te zetten. En zo heb je Jaapie Krekel getekend. Vond je deze video leuk en leerzaam, belonen dan zeker met een blauw duimpje omhoog. Zeker doen. En wil je nu meer video's zien, dan zou ik zeggen abonneren. Het is volledig gratis. Laat ook zeker even weten in de reacties wat jouw favoriete Disney figuur is. En misschien komt die wel een keer aan bod. Dan zie ik jullie met heel veel plezier terug in een volgende tekenles. Dag!